Doeltrap Kooijman. Skerla. Van der Doelen. Wat merkwaardige terugspeelbal van Van der Doelen. Mols opent de score voor Utrecht. Na een fout van Van der Doelen. Vierde minuut van de wedstrijd. Boschaert. Van Mol loopt Abella uit. Mols kiest positie. Maar Van Mol zou zelf ook kunnen. Doet hij ook. Waterreus pareert. Van Mol nog altijd. John de Jong en dan weer Waterreus. Fuchs. Van Nistelrooy. Kuit. Utrecht is fel. Utrecht is gretig. Utrecht wil in stijl afscheid nemen van opnieuw een volle Galgenwa. John de Jong. 2-0. En zo lijkt PSV het verhaal van de Champions League dus wel te kunnen vergeten. Mos. Kochlov. Nikiforov. De twee Russen centraal nu op het midden. Van Nistelrooy wordt aangetikt en dan geeft Jol wel een penalty waar hij voor rust een duidelijke strafschop aan Utrecht aan Mols ontduwt. Ruud van Nistelrooy dit seizoen al goed voor 30 treffers, de absolute topscorer, kan er nog eentje bij doen. En dat doet hij. 2-1. De Jong, Kuit. Utrecht lijkt er een beetje doorheen te zitten. Van Mol. Mols is niet fit meer, maar heeft misschien nog iets over voor een kunststukje. Rommedaal, glijdt uit. Boschaert, Mols. Mols! Het was hem gegund, zijn 50ste. Maar hij blijft voorlopig op 49 staan. En Kooijman heeft pech, Gakovice heeft geluk. 2-2. Absoluut onverdiend, maar het is wel zo. Van der Weerde. Eindelijk beseft men bij PSV waar het om gaat. In ieder geval moet men winnen hier. Niels. Van Nistelrooy. Boeien met Niels. Die krijgt rood. Rood voor aanvoerder Luc Niels. Omdat hij protesteert tegen scheidsrechter Dick Jol. En dan de arbiter uit Den Haag wegduwt. En dat mag niet. Ooyer. De Jong mist. Gakovice. Hoe lang nog? Van Nistelrooy. Een corner haalt die er in ieder geval uit. Hoe belangrijk wordt deze hoekschop van de Georgiër Gakovice voor PSV in de slotminuten van de wedstrijd? Kooijman toch nerveus dat die bal kunnen vangen. Van der Weerde. En dan haalt Jean-Paul de Jong het schot van Kochlov van de doellijn. Nikiforov. Van Nistelrooy, 31 goals en de 32e kon wel eens miljoenen waard zijn. Brugink, hij scoort! Brugink scoort zoals hij dat dit seizoen al zo vaak deed als invaller. En hoe belangrijk is dit doelpunt van Arnold Brugink voor PSV in de slotminuten van deze tumultueuze wedstrijd die Utrecht eigenlijk al lang in de knip had. Daar is het bericht. De goal van Brugink is voldoende voor kwalificatiewedstrijden om de Champions League. En zo haalt PSV het toch nog. PSV dat een uur lang allerbelabberd speelde hier met een instelling van 0,0. Wint hier in de Galgenwaard na een tumultueuze wedstrijd toch nog met 3-2. En die winst is goed genoeg voor plaats 3. En plaats 3
geeft recht op de miljoenencompetitie die de Champions League heet.